Yannick, een moeilijke wedstrijd, maar een oh zo belangrijke overwinning. Ja, zeker een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat Standaard misschien hun beste match heeft gespeeld van het seizoen. Ze waren hier echt met de dingen voor te komen winnen, met de bedoeling van te komen winnen. Maar ik vind dat wij een ongelofelijke mentaliteit hebben neergezet. We echt voor elkaar hebben gevochten. Alles wat er is gezegd en geschreven is geweest, dat hebben we vandaag bewezen dat we dat wel kunnen. Dat dat gewoon een momentopname is geweest. En nu gewoon nog die twee goede matches spelen, nog voor de break. En dan kunnen we weer verder. Sinds wanneer wist je dat je zou starten, Yannick? 3 uur voor de match. Dus het was even slikken, want ik had er niet op gehoopt. Of me niet aan verwacht. Dus het was wel even slikken en even verschieten. Maar oké, ze hebben veel vertrouwen in mij. En ik denk dat ik dat vandaag ook heb bewezen, dat ik hun vertrouwen niet heb beschadigd. En ja, het is de tweede nu op de konto. Dus misschien komen er nog meer, misschien niet. We zullen zien wanneer hij me nodig heeft en dan bekijken we het wel. Dat hij klaar was, bleek ook denk ik in de 55e minuut. Een cruciale redding. Een bal tussen jou en de verdediging. Je komt heel snel uit en je hebt hem ook. Ja, dat is ook zo. Het was eigenlijk geen gemakkelijke bal, want hij ging tussen de benen van Kenny, denk ik. En dan kwam Nana ook nog eens erbij met de spits. Dus het was heel moeilijk. Dus ja, je moet je gewoon groot maken en hopen dat hij dan tegen jou aanknalt. En dat was in dit geval nu wel zo. Dus, ja.